Hier is een splinter die wil ik hier omzetten, om nog niet eindelijk is behoorlijk ingeoefend. Ik is baie blij. Rico is vandaag hier bij mij en mijn oude vriend Nadus. En ons kijk maar hoe dit gaat. 1, 2, 3, 4. Hoe zwerven? Zwerf nog een beetje lang. Nog een beetje verder. Misschien zal jij een dag je pad huis te krijgen. Oh, zoeken, zoek nog een beetje lang, nog een beetje verder. Misschien zal jij een dag die antwoord krijgen. Zo, de eerste had ik een probleem gekregen. Ik noem dit trigger finger. Dat is van het te veel gitaarspeel, maar al na 40 jaar. Nu kan ik voor de rek niet gitaarspeel, maar nu kan klavier speel zo. Die laatste maand of twee speel ik nou keyboards in die band. En dat is nogal baie lekker. Op baie oude recordings, die Jack Hammer recordings en die Afrikaanse goed, het ek die keyboards gedoen. Anyway, maar was het nooit live altijd baie gebruik, nie, maar het is maar altijd een gitaarband geweest. Maar nou is het baie lekker met die gitaar en die klavier en een beetje orgel en zo. So lijkt me voor een paar maanden gaan we lekker keyboard spelen. Dus, ik denk maar een ander genre. So dat is nogal uitdagend en ik kan niet het nogal baie zien uit daarna. Mijn opa, toen ik nog hier, misschien een matriek was. In 1971 ben ik op die plaats gaan zitten. Hij was toen een wevenaar. En hij had me die basic drukken gewijs. Zomaar door die jaren aangesukkel. Ik heb baie geleerd van hoe ouwens, zoals die Rolling Stones en Neil Young en haar ouwens klavier gebruik, allemaal meer soos een rock'n'roll instrument. Niet dat blablabla, vriendelijke Liberace-stuff, nee. Nee, bom. Vooral in het Skinhead, altijd een pianospeler gehad. En ik hoor hem amper niet meer, maar so, ja, die klavier is natuurlijk een integrale deel van rock'n'roll. Als je maar net terugdenkt aan die geschiedenis daarvan. So, ek is baie blij dat hoor, dat is een nieuwe uitdaging. Die dag is het geval en gerol en vertel me. Ik wens het was die waar, maar ik zal je ooit weer met jou kan dansen. Ik wens het was hij waar.
Maar ik zal niet ooit weer met jou kan dansen. Yes, it is by like a bit. Tambourines and backing chicks. Ja. En partij van hulle gaan sing ook. Hulle moet. Jij kijkt voor Piet Boerta op, die was gekleed.